Vrienden, het is de week van de overgang. Je weet het wel. Die menopauze bij de vrouwen. Ja, de overgang. Ja, als je daarmee te maken hebt gehad. Of je hebt dat mee te maken. Nou, en je bent een man. Nou, dan ben je heel erg gefeliciteerd, vrienden. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, de mannen die daar allemaal mee te maken hebben nu. Die denken ook van, ja, de overgang. Ja, dat denken ze. En die vrouwen, die zeggen ook van, ja, en wij dan? Wij voelen ons ook niet prettig. Ja, dat snappen we. Jullie hebben ook allemaal problemen tijdens de overgang. En jullie voelen je raar en weet ik veel wat allemaal. Maar er wordt nooit gekeken naar de ontvangende partij. Wij, de mannen. Nou, ik kan je zeggen, die zijn ook verschrikkelijk aan de beurt, hoor. Tijdens de overgang. Ja. Want je kan zomaar thuis zitten. Tijdens de overgang. Ja, ik waarschuw nu alvast de mannen. Die vrouwen hebben zeg maar rond 40. Of net zo begin 50. Hey, vrienden, het zit er aan te komen, hoor. Ja, jullie ontkomen er niet aan. Jullie komen ook aan de beurt. Vrienden, en dan zullen jullie het meemaken. Dat je dan gewoon thuis zit en er is niks aan de hand. Jij zit bijvoorbeeld televisie te kijken en zij zit te lezen en er is niks aan de hand. En dan in één keer, in 10 seconden, in 15 seconden, is er total war. Gewoon totale oorlog in huis. Gewoon ruzie, schelden, weet ik veel wat. En niemand weet waarover. Jij eigenlijk ook niet. Een puinhoop in huis in één keer. En dat gebeurt dan. Met de overgang. Ja, het kan best wel zijn dat zij nou in één keer begint ook van, jij was nooit af. En dan denk je bij jezelf, oh ja, en jij doet helemaal niks in het huishouden. En dan denk je, nou weet je wat, ik ga de hele week zorgen dat zij helemaal niet hoeft om te kijken naar die afwas. Dat ding zat altijd vol en ik ruim het altijd maar leeg, weet ik veel, die afwasmachine. En dat. En dan doe je dat de hele week en hup, dan is het iets anders. Dan krijg je de schuld van iets anders. Je kan het gewoon tijdens de overgang, vrienden, kan je het gewoon nooit goed doen. Nee, die wedstrijd ga je niet winnen. Nee, het maakt gewoon niet uit. Oh, vrienden, het is echt helemaal geen leuke tijd, hoor. De overgang. En ik belde toen ook mijn huisarts. Ik zei van, jee, wat is er allemaal aan de hand, man? Wat heb ik allemaal in huis? Het lijkt wel of er een patiënt hier rondloopt. Dat is het ook, zei hij. Ze is ook eigenlijk een beetje een patiënt. Je moet gewoon een beetje lief voor haar zijn. Want ze zit ook met zichzelf overhoop. Ik zei, ja, oké, goed. En wat moet ik er verder mee? Hij zei, ja, dit staat niet in de folder. Als je gaat trouwen, nee, dat staat dit ook niet in de kleine lettertjes, dat staat nergens dat je dit krijgt. Maar dit is wel de overgang, zei hij, en dan ben je voorlopig, zit je eraan vast. Ik zeg, wat moet ik eraan doen? Hij zegt, één tip, en dat is mijn tip ook aan jullie, vrienden, die ermee te maken hebben met de overgang en die ermee te maken gaan krijgen. Mijn tip luidt, en die is dus van mijn huisarts, en die zei, wegwezen. Zorg dat je uit de buurt komt. Blijf niet thuis. Want je wint het nooit. Je krijgt altijd op je laarzen. Je krijgt alleen maar ruzie. En als je je huwelijk nog een beetje wil redden, zei hij, zorg dat je wegkomt. Ga het huis uit. Vrienden, dat is hem. Mijn tip voor de overgang.